Dag, mijn lieve soulsearchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor de volle maan in Waterman aankomende 22 augustus. Speciale volle maan, het is de tweede achter elkaar, dat is niet voor niks. Dat is omdat in juni vorig jaar is de maan precies de andere kant, de cyclus is andersom gaan draaien. Vraag me niet hoe het komt. En nu door deze stagnatie in Waterman-energie gaat hij weer terug de goede kant op vloeien. Dus vandaar dat het afgelopen jaar ook de volle maan meer voelde als een nieuwe maan. En andersom, een nieuwe maan veel meer als een volle maan. Het verklaart een boel. Het begint dus nu weer terug de goede kant op te gaan. Een volle maan zal weer terug een volle maan zijn. Dat emoties boven water laat drijven, patronen duidelijk maakt. Zodat je de dingen kunt loslaten, doorbreken. En ruimte kunt maken voor nieuwe dingen. De eerste volle maan in Waterman die we hebben gehad eind juli had meer als thema denken out of the box. Een nieuw perspectief van jezelf, van de wereld, van de situatie waar je in zit, de toekomst, toekomstgericht. Welke kant wil je opgaan? Maar denk daarin volledig op een andere manier. Dan hadden we de nieuwe maan in Leeuw dat ons de moed gaf, de kracht gaf om misschien bepaalde beslissingen te nemen die out of the box waren. De moed gaf om onze waarheid uit te spreken. De ene heeft de stappen gezet. De ander is nog die opbouw aan het voelen van oké, ik begin die moed te krijgen om bepaalde dingen in gang te gaan zetten. Bepaalde dingen los te laten die me niet meer dienen. Bepaalde veranderingen door te voeren. En dan hebben we dus nu deze volle maan in Waterman dat echt wel een voltooiing is. Het is een keerpunt, het is een kantelmoment. We hebben geleerd, we zijn nu een belangrijk cyclus van ons leven aan het afronden. Bepaalde patronen aan het doorbreken. Waardoor je inderdaad naar een nieuwe fase, een nieuwe cycli in je leven gaat. We voelen het vaak al een tijdje borrelen. De mensen die wat intuïtief zijn, zijn er al inderdaad, voelen het aan van alles. Er gaat van alles veranderen, dat is ook zo. En we zijn dus nu inderdaad het oude echt los aan het laten. Nieuwe helderheid, nieuwe perspectieven. Dat beseft dat je verder moet op je eigen pad, op je eigen weg, de toekomst in, op een nieuwe manier. En dat je jezelf daarin niet meer tegen kunt houden. Dat je jezelf eigenlijk niet meer kunt saboteren door die patronen, want je hebt ze helder, je hebt ze duidelijk. We gaan er niet mee doen. Dus ik ben heel benieuwd wat deze volle maan voor jou persoonlijk te bieden heeft. We gaan even zien wat het tarot hierover te vertellen heeft. Het is een algemene reading. Dus neem wat voor je past en laat er eens liggen. Ik heb voor de maand augustus alle sterrenbeelden nog online staan. Ik zal de link aan het einde van deze video toevoegen. En september komt er ook binnenkort weer aan. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. En we gaan eens even zien. Nummer 22 en nummer 44. Het valt op 22 augustus. Heel mooi. Gezegend. Je bent gezegend. Dat is het ook. Dat besef dat je verder wilt. Op je eigen weg. Dat kan misschien ook een beetje eenzaam voelen. Want we laten ook wat dingen los. Maar weet dat je gezegend bent. Weet dat je begeleid wordt. Weet dat je gesteund wordt door het universum. Dus gezegend, paarse energie, paars-roze, een beetje vrouwelijk, ook wel een beetje spiritueel. Je bent gezegend, nummer 22. En nummer 44, de denker. Deze zit een beetje eenzaam te wezen. Het is heel apart, sinds dat ik ben beginnen met schudden, begin ik te trillen. Terwijl dat ik heel rustig was. Ik heb niet te veel koffie op. En toch, ik zit hier helemaal te shaken. Dus ik weet niet wat er van energie binnenkomt. Maar het is intens. De denker. Dus ja, heel veel malen. Nadenken over het verleden. Wat op zich wel een hele toepasselijke energie is. Oké, we gaan eens even zien. Het is de huidige energie van het collectief, alsjeblieft, voor de volle maan en later. De huidige energie. Dank u. De ridder van Kelken. Wat is de uitdaging, alsjeblieft? Dat is genoeg uitdaging, dat gaan we niet doen. Er zit een duiveltje, angsten, patronen. Wat is de uitdaging, concreet, alsjeblieft, voor deze volle maan in later? Oké. De maan en de keizer.
Wat is het advies alsjeblieft? Okay. Oeh, de toren. Ik heb hier al 3 grote arcanes van de 4 kaarten. Dus als ik het heb over een keerpunt, een kantelpunt, een voltooiing. Dit is effectief niet kleine dingetjes. Dit is echt wel een levenscyclus die je aan het afronden bent. En wat is dan de uitkomst? De koning van staven. Ik heb hier best wel mannelijke energie. Buiten de maan die voor mij toch echt wel de vrouwelijke energie is. En onderop hebben wij de 5 van staven. Intern conflict. Concurrentiestrijd kan het zijn. Maar niks wat je niet aan kan. Je gevecht er wel voor. 2 zevens erachteraan. Maar het is precies, je hebt dromen. Een toekomstperspectief. Waar je bijvoorbeeld vechten, waar je bijvoorbeeld gaan. Maar dat creëert wat strijd. Of dat een interne strijd is of effectief een strijd met mensen om je heen. We gaan het zien. In de huidige energie dus de ridder van kelken. Vis, maar het is niet te doen. Vis, kreeft, schorpioen, energie. Dit is een boodschap van goed nieuws op emotioneel niveau. We gaan het zo meteen verklaren. Een liefdevolle boodschap. In de uitdaging heb ik dus de keizer. Ram energie. De keizer is autoritair, is weet wat hij wil, staat sterk, zelfstandig, is onafhankelijk. Moedig. Maar ik heb dus ook de maan. En de maan spreekt over gevoelens die boven water komen. Spreekt ook over illusies, angsten die boven komen drijven. We gaan het zien. In het advies hebben wij de toren. Schorpioen, ook wel ram energie. Veel ram. De toren is ja, de grond onder je voeten vandaan halen. Dit is goddelijke interventie. Dit is georchestreerd door het universum. Maar dat in het advies. Moet jij een toren creëren? We gaan het zien. En wat is dan de uitkomst? De koning van staven. Hier ook weer mannelijk, vurig, vurige energie. Geïnspireerd. Zelfstandig. Volgt zijn passie. Zet de stappen. Je hart volgen. Een zelfstandige activiteit, maar dat brengt heel veel angsten met zich mee. De toren kan corona zijn, dat misschien een beetje roet in het eten gooit. Het kan ook absoluut in de liefde zijn. We gaan het zien. Verklaar Ridder van Kelken alsjeblieft in de huidige energie voor het collectief. De 8 van zwaarden. Daar hebben we onze denker, de aas van staven en de 4 van pentakels. Keizerin onderop. Dus ja, de aas van staven is een nieuw begin voor passie, voor bezieling, voor inspiratie. Dat kan een nieuw project zijn, een nieuwe onderneming. Maar iets dat creatief is en dat vanuit bezieling, nieuwe passie in de liefde, hernieuwde passie. Maar met de 8 van zwaarden, ja, dit is vastzitten in je hoofd. Denken en maar blijven denken. Niet voelen, nee, denken. En daardoor het gevoel hebben vast te zitten, niet vooruit kunnen gaan. Het mooie is, dit is illusie. Je zit niet vast. Maar dit is denken in beperkingen, denken in problemen. En de 4 van pentakels, ja. Voor sommigen inderdaad binnen een zelfstandige onderneming of de wens om dat te doen vol passie en bezieling, hou je je tegen door het materiële aspect. De 4 van pentakels is stug vasthouden aan hetgeen wat jouw veiligheid en stabiliteit, innerlijke rust geeft. Dat kan pentakels zijn. Dat je daardoor het gevoel hebt vast te zitten, niet de stap durven te zetten. En je hart te volgen. Maar er is wel degelijk iets dat op je pad gekomen is met de Ridder van Kelken. Dat jou uit de comfortabele zone trekt precies, want je schiet volledig in je hoofd. Je houdt vast aan wat jouw veiligheid biedt. Verklaar de uitdaging alsjeblieft. Met de keizer nog een keer.
De 9 van kelken, de 7 wagen en de 7 van kelken. Best wel wat kelletjes. Dus ja, onze keizer wordt nog maar eens bevestigd. We hebben de 9 van kelken. Dit is een droom, een wens die in vervulling komt. Die maakt gewoon een gat in de lucht vanuit een schatkist. Dit is emotioneel vervulling. Dit is... Maar met de zegenwagen boogschutter energie. Dit is de teugels in eigen handen nemen. Volg als vooruit, weten wat je wilt. Heel positief naar de toekomst toe. Je weet wat je wilt. Je weet wat je blij maakt precies. Maar aan mij, er komen veel angsten en emoties boven water. Waardoor je gaat twijfelen. Maar met de 7 van kelken, dat spreekt over dromen. Wat ik daar straks ook al zei, want hij zit hieronder ook. Dromen, opties, mogelijkheden, keuze. Maar daar ook een beetje keuzestress. Niet kunnen kiezen, niet weten welke kant op. Kies ik voor... Ha. Hier zijn verschillende keuzemogelijkheden. Je kunt kiezen voor het goud. Je kunt kiezen voor oude patronen herhalend. De duivel, de gehechtheden die je kent. Die veilig zijn. Of kies je voor het nieuwe. Kies je voor hetgene wat jou misschien gaat elevaten. Ik zie hier een ladder namelijk. Dus ik denk oké, daar kun je van groeien. Daar ga je van beter worden. Ja, met zoveel grote arcanes wat ik al zei, dit is echt wel een keerpunt. Het is niet voor niks en het is zelfs door het universum georchestreerd. En voor mijn gevoel, ja, met dat gezegend is een zegen. Of het positief is of negatief. Uiteindelijk is dat een zegen. Het moet zo zijn. Verklaar de toren alsjeblieft. Nee, we gaan gewoon lekker verder met de grote arcanes. De 10 van zwaarden. Dat zijn dus veel, hè, mannen? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat dit ook weer een beetje vergelijkbaar is met de nieuwe maanenergie tijdens de Lionsgate-portaal die we hadden 8 augustus. Daar was ook nieuwe inspiratie. Daar was ook een boodschapper die iets brengt wat je niet kunt laten liggen. Je weet dat je dat moet aanpakken. Maar dat creëert wel, dat destabiliseert eigenlijk de hele wereld die je hebt opgebouwd. Iets wat je op langere termijn hebt opgebouwd. Ik heb hier 2 tienen. Afronding, completion, voltooiing. En hieronderop de 3 van zwaarden. Dit is wel pijn, hartzeer. Dat kan oud verdriet zijn. Iets wat al heel veel verdriet met zich mee heeft gebracht. Maar dus 2 tienen. De 10 van zwaarden. Die hadden we op dezelfde plek met de nieuwe maanreading ook. Het einde van een pijnlijke cyclus, oplossing van problemen. Dat kan, ja, het einde van iets wat je op langere termijn hebt opgebouwd. Het kan het einde van een relatie zijn. Het einde van een job die jou die veiligheid bood. Maar het is precies alsof je voor jezelf, wat ik daarnet al zei, je beseft dat je je eigen pad moet volgen. En dat je jezelf niet meer tegen kunt houden. Jij moet je eigen toren precies creëren. Jij moet jezelf uit je comfortabele zone trekken. Om de cyclus te voltooien. Om je les te leren. Om je patroon te doorbreken. Ik heb de 10 van pentakels. Dit is geluk op langere termijn opbouwen. Huisje, boompje, beestje. Voor sommigen absoluut het einde daarvan. Met de magier, weer al ram-energie. Iets wat je gemanifesteerd hebt, wat iemand op zijn minst gemanifesteerd heeft, dit einde. De magier heeft alles in eigen hand om zijn eigen realiteit te creëren. Heel zelfstandig, onafhankelijk. Hij heeft alle hulpmiddelen. Als jij weet wat jou gelukkig maakt, jij hebt het volledig in eigen hand. Je hoeft niet eens te wachten tot er een toren komt. Je moet dat zelf doen. Dan krijg je kribbel. Dan heb ik de 5 van staven nog een keer, die we dus ook onderop hadden. Conflict. Strijd. Ik heb niet het gevoel dat dit effectief, het ziet er niet super comfortabel uit. Dus ik heb niet het gevoel dat het de meest gemakkelijke zet is die je
moet nemen. Dat gaat een beetje pijn doen. En dan heb ik de ridder van Pentakels, stierenergie. Nog een ridder. De ridder van Pentakels is langzaam, maar zeer zeker. Bouwt hij iets op? Deze heeft een boodschap van goed nieuws op materieel niveau. Iets tastbaar, concreet, trouw, loyaal. Het is jezelf echt uit de comfortabele zone krijgen en jouw realiteit creëren. De teugels in eigen handen nemen, wat effectief de uitdaging is. Niet blijven twijfelen, niet blijven vastzitten in illusies, dromen. Niet blijven denken. Verklaar de koning van staven, alsjeblieft, in de uitkomst. Dat is te veel. Ik ga het toch doen, hè? Jawel. De wereld. Completion. Het einde van een belangrijke cyclus in je leven. En daarbij, wauw, een heel nieuw begin met de aas van de zwaarden. Maar precies een beetje snel. Ja, wat ik al zei, de energie gaat nu meer vooruit. Er is een versnelling plaats aan het vinden. Het is niet meer traag en langzaam zoals de afgelopen periode. Dus, de koning van staven. Onze moedige koning. We hebben nog een koning. De koning van pentakels. Stiermaag, steenbok, energie. Geaard. Materieel stabiel. Weet wat hij wilt. Bouwt de dingen op. Heel verstandig. Financieel, materieel, onafhankelijk. Ik heb hier heel wat onafhankelijkheid. Maar iemand die zowel vanuit vuur en passie als vanuit iets stabiels, concreets op de langere termijn wilt opbouwen. Ik heb de dwaas, nog maar een grote arcane. Een sprong in het onbekende, een nieuw begin, vanaf nul beginnen. Ik heb de drie van kelken. Samen zijn iets te vieren hebben. Een verzoening, een... Ja, ik zei dat met de nieuwe maan in Leeuw ook. Je soul tribe vinden. Mensen met die gelijkgestemd zijn. Die waar je deze sprong in het onbekende mee durft te nemen, precies. Want er is wel... We hebben twee boodschappers, dus je staat hier niet alleen voor. Er is echt wel iets wat jou aangeboden wordt. Ik heb de vier van kelken. Dit is dan weer afwijzen. Er wordt een kelkje aangeboden. Hier wordt deze afgewezen. En het stomme is, omdat ik hier ook twee ridders heb. Dit kunnen twee verschillende dingen zijn. Ik heb hier ook twee koningen. Er is iemand die iets heel stabiel, concreets aanbiedt. Tastbaar. De langere termijn. En iemand die op meer gepassioneerd, vurige energie iets aanbiedt, emotioneel. En een van de twee, ja, gaat moeten sneuvelen daarin. En dan hebben wij de zeven van pentakels. Weer al zevens. Zeven, een heel spiritueel cijfer. De zeven van pentakels is de tijd nemen om te analyseren, te inventariseren. Wat wil ik nu echt? Wat is voor mij nu echt belangrijk? Waar ga ik mijn energie nog in steken? En wat laat ik varen? Wat laat ik los? En ik heb het gevoel dat er inderdaad twee verschillende mogelijkheden of twee verschillende dingen aangeboden worden. Eentje die tastbaar, concreet, stabiel, de langere termijn. Wat voor sommigen al bestaat, is. En iets nieuws. En ergens, ja, tussen de toren, de magier, de dwaas. Ik krijg wel het gevoel dat het tijd is om patronen te doorbreken. Cycli af te ronden. Dus niet per definitie in het oude vertrouwen te gaan zitten. Maar echt wel een sprong durven te wagen.
Oké. Dat is de boodschap van het universum, alsjeblieft. Ter afsluiting van deze volle maanreading. De zegenwagen. Dat zit ook in de challenge. De teugels in eigen handen nemen. Succes door toewijding en zelfdiscipline. Het vieren van je prestaties. In de schijnwerpers komen te staan. Overigens ook nog een 7. Heel veel 7's. Dus misschien is 7 voor jou een belangrijk cijfer. Het kan zijn dat het iets is dat over 7 weken, 7 maanden of jullie volgend jaar concreet tastbaar gaat zijn. De 10 van Pentakels. Onderneem stappen om je financiële zekerheid van jezelf en je dierbaren zeker te stellen. Verstandige investeringen doen of plannen maken om met pensioen te gaan. Familietradities in ere houden. Ja, ik krijg een beetje, wat familietradities in ere houden betreft, krijg ik een beetje het gevoel dat dat juist een beetje dat doorbreken is. Want ik heb hier ook volgens het boekje onderop van de orakelkaarten, maar wel ondersteboven. Precies, het hoeft niet meer traditioneel, het hoeft niet meer volgens het boekje. Tijd om de teugels in eigen handen te nemen. Merci. En de 3 van Pentakels. Volg je passie, ook wat je werk betreft. Wees de beste in wat je doet. Beloond worden voor je creatieve talenten. Ja, met die aas van staven is er sowieso heel veel creatieve talent, inspiratie of creatie. Zoveel zelfstandige energie, ja. Durf de sprong te wagen als je iets zelfstandig wil doen. Misschien wellicht met iemand, want ik heb hier wel wat 3'en. Maar daarvoor moet je misschien mensen teleurstellen. Daar heb je lang over nagedacht en geanalyseerd. Maar het is tijd om de teugels in eigen handen te nemen, vol gas vooruit te gaan. Vertrouwen te hebben in de toekomst, positief naar de toekomst te zijn. Zodat je dat doorbreekt, dat gevoel van vastzitten en blijven denken en analyseren. Maar dat volg je passie, volg dat intern vuur. Mooi. Ik ben heel benieuwd of dit voor jou resoneert en hoe dit voor jou resoneert. Dus laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel dankbaar voor jullie berichten. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik wens je een bijzonder mooie volle maan in Waterman. Durf de sprong te wagen. Laat het verleden los. Het is tijd van voltooiing. Het einde van een cyclus, begin van een hele nieuwe cyclus, een keerpunt. Dus benut deze goed. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.